Het parlement heeft vandaag de ontwerpwet houdende toestemming tot wijzigen van de overeenkomst tussen de Republiek Suriname en Suralco en de daarmee samenhangende wetwijziging Brokopondo overeenkomst in behandeling genomen. De moedermaatschappij Alcoa gaf in 2014 te kennen dat ze wilt vertrekken uit Suriname. Een van de gevolgen hiervan is dat de Brokopondo overeenkomst moet worden aangepast. Een belangrijk onderwerp die nu ter sprake komt is de overname van de stuwdam door Suriname. Een ander aspect is de schadeloosstelling van de bauxietmaatschappijen als gevolg van het beëindigen van de overeenkomst. DNA-voorzitter Jennifer Geerling-Simons riep het parlement op om tijdens de discussies steeds rekening te houden met het Surinaams belang. Ook de voorzitter van de commissie van rapporteurs, Wendel Asadang, die de spits afbeet, wees op het Surinaams belang. Vanaf 2014 heeft Alcoa aangegeven dat ze uit Suriname zullen vertrekken. Ja. En zoals u weet, de formele procedure is dat overeenkomsten behandeld worden in de DNA. En de regering van Suriname op basis van speciaal daartoe ingediende machtigingswet. Dus dat betekent dat wij Suriname, de machtigingswet die Suriname had getekend in 1958, dat we die vroegtijdig beëindigen en daarbij nieuwe overeenkomsten aangaan. Bij de indiening van de machtigingswet werd gelijktijdig ook een schadevergoedingswet ingediend. Deze regelt hoe zal worden omgegaan met schadeclaims van geïdentificeerde niet geïdentificeerde personen die schade hebben ondervonden door de activiteiten van Suralco. Hoewel de autoriteiten jarenlang in onderhandeling zijn geweest met de multinational, zijn er nog geen concrete beslissingen genomen. Asadang geeft een inzage in enkele conceptovereenkomsten. Mevrouw de voorzitter, de voortbouwende overeenkomsten zijn overdracht en uitvoeringsovereenkomst afvalbakkenwaterkrachtwerken, waterkrachtwerk met bijlagen. 2. Milieuherstel en saneringsovereenkomst met bijlagen. Suralco stroomafnameovereenkomst met bijlagen. Suriname stroomafnameovereenkomst met bijlagen. Overeenkomst inzage transitiewerkzaamheden met bijlagen. Mevrouw de voorzitter, we gaan inhoudelijk in op de raamovereenkomst met alle bijlagen. Mevrouw de voorzitter, het volgende valt ons op in deze overeenkomst. De Engelse tekst prevaleert bij de uitleg van de overeenkomsten. Er wordt een arbitrageinstituut aangewezen voor de geschillenregeling dat niet in overeenstemming is met de Brokopondo-overeenkomst. Brokopondo-parlementariër Wendel Asadang vandaag in het parlement. De Nationale Assemblée is vandaag gestart met de behandeling van de Brokopondo-overeenkomst.